De nachtzoen. Hij heeft al zoveel oudejaarsnachten meegemaakt. Binnenkort wordt hij 88. Hij ziet inmiddels zo slecht dat hij niet meer lezen kan. En dat terwijl zijn ogen heel wat letters heil en onheil gezien hebben. Als politicus, als doelwit van een pijnlijke affaire in 78, als vader en grootvader. De nacht lijkt op de dood. Hoe zal de morgen zijn? Deze nachtzoen krijgen we van Willem Aantjes. U bent van alle nachtzoengasten tot nu toe degene die de meeste oudejaarsnachten heeft doorstaan. Wat heeft u met oudejaarsnacht? Nou, ik vind het mooiste van de oudejaarsnacht dat het morgen weer nieuwjaarsdag is. Ja? Ja. En dat kan ook slapend gebeuren. Dat gebeurt vanzelf. Of moet u opblijven? Nou, ik moet niet opblijven, maar ik doe het wel. Oh, ja? Ja. Ja. Maar ja. Heeft u veel verplichte nachten doorwaakt op dat tijdstip? Nee, dat niet. Maar ik kan oudejaarsnacht kan ik niet gaan slapen als ik niet het vaste telefoontje gekregen heb. Oh ja? Ja. Zo rond een uur of 10 gaat de telefoon. En dat is Dries van Acht. Ja, die belt mij altijd oudejaarsnacht op. Ja. 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 Ja, wij zijn, we hebben vaak tegenover elkaar gestaan en vaak nog. Maar ja, we hebben toch iets met elkaar. En het laatste op het CDA-congres in Arnhem. Daar zaten we gebroedelijk naast elkaar. En dat is door velen opgemerkt, dat wij naast elkaar zaten. Ja. Mooi. En heeft u veel slapeloze nachten gekend? Ja, als je zoals ik uit de gereformeerde bond komt, dan heb je per definitie slapeloze nachten, ja. Ja, vertel eens. Ja, 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 ja. Ja, dat stempel van dat van die zware orthodoxie, dat draagt je hele leven met zich mee. Wat wel gebleven is, dat raak je nooit kwijt. Dat is de angst voor de dood. Ja? Ja. En de nacht lijkt op de dood. Ja, ja, zeker. Ja, en dan word je weer wakker, hè? En als ik niet wakker word, hoe word ik dan wakker? Nou, en wat vermoedt u inmiddels? Ik weet het niet. Ik heb er maar. Dat weet ik niet, dat weet niemand. Maar het kan toch haast niet anders dan dat die angst ook dan angst is voor oordeel? Ja, dat is het natuurlijk. En heeft de angst voor het oordeel van God te maken met zelfafwijzing? Ja, het heeft ook te maken met het feit dat dat de mens is met verantwoordelijkheid in deze wereld gesteld. Dat hebben alle andere schepselen niet. Mens is met verantwoordelijkheid in het leven gezet. Ik kan me niet anders voorstellen dat er komt een moment, dan moet je verantwoording afleggen. Ja? En uw eigen oordeel, waar hapert het dan? Wat denkt u dan in die verantwoordelijkheid afleggen waar het niet klopt? Oh, dat klopt natuurlijk ontzettend veel niet. Dat gaat er ook nooit uit. Dat heb ik ook meegenomen vanuit mijn jeugd. Van dat jeugdgeloof. En dat gaat er ook nooit uit. Dat ervaar ik ook zelf. Er is geen dag voorbij dat je dingen gedaan hebt. Die zeggen dat had zo niet gemoeten. Dus, ik ben wel een beetje benieuwd wat u dan bedoelt. Op zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld. Geen dag voorbij. Ja, ik kan het niet mijn voorbeeld noemen. Maar nee, dat moet je nagaan. Ja, het is per definitie zo. Slapen en doodgaan. Dus is er bij u altijd een verband van ik ga slapen en hoe zal de nacht zijn en word ik wakker? Nee, ik slaap goed in. Ja? Ja. En ja, maar ik denk wel altijd, ik zal nooit inslapen zonder dat ik denk, het kan de laatste nacht zijn. Maar ik lig er niet wakker van. Ik sliep bij mijn oma in bed. Ja, ik ben natuurlijk van nature een nachtmens. Eén voor één, zo valt de nacht.